Eerst even kijken. Goedemiddag allemaal, welkom. Goedemiddag. Nieuwe vlog. Vlog? Shopvlog. Shopvlog. Hoi, en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Ik heb vandaag een naked haul voor jullie, een naked shopvlog. Ik ben nou trouwens nog steeds bij mijn vriend. Mocht je denken, goh, wat een setting. Ik doe het met het daglicht die we hebben. Hij heeft één raam en daar sta ik voor. Let niet op de troep hierachter als je daar iets van kan zien. Dat is van mij. Maar goed, ik heb een hele grote zak bij Naked ontvangen. En het is echt mega veel. 8 items, dus we gaan gewoon snel beginnen. Ben je benieuwd? Doe dan even een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal en dan gaan we beginnen met deze video. Disclaimer, let niet op mijn haar. Ik heb het gewassen, maar ik heb hier geen steltang of zo, dus het ziet er niet uit. Voor we gaan beginnen met de video heb ik een kortingscode voor jullie met de code DELVE15. Ik krijg er niet voor betaald of zo. DELVE15 krijg je 15% korting op alles behalve sale voor een week. Ik zet ook alle linkjes in de beschrijving en de kortingscode zet ik daar ook neer. Mocht jij interesse hebben, dan kun je straks aan het eind van deze video in de beschrijving kijken. En ik doe heel veel met mijn handen. Dus daar zet ik alles neer. En dan gaan we nu beginnen met wat we ontvangen hebben. Ik moet zeggen, ze leveren pittig snel. Want ik heb bijvoorbeeld bij ASOS, wanneer was dat? 2 weken geleden of zo? Oh, hij heeft oortjes in, hoort er gereed van. 2 weken geleden of zo. Bij de ASOS, wanneer hebben we het besteld? 2 weken geleden of zo, toch? Ons. Ja. Ja, fuck dat. Nou ja, dat komt in ieder geval 29 april binnen. Dus dat heeft echt 3 weken geduurd. En bij Naked heb ik volgens mij donderdag besteld. En het was zaterdag in ieder geval binnen. Toen heeft mijn moeder naar mij toegebracht hier. Voor de deur gelegd. Dus ja, best wel snel. Dus dat is fijn. We gaan gewoon snel beginnen. Ik heb trouwens 5 dingen voor mezelf. En 3 dingen voor Linne, dat is de zusje van Sander. Aangevraagd. Dus niet alles is voor mij. Maar dat maakt het niet minder leuk. Het eerste item is deze blazer van Monica, haar lijn. Heel erg benieuwd naar. Ik heb hem in zwart in een maatje 36. Maatje 36 en dat leek me heel erg leuk met een bikershortje eronder. En dan gewoon een riempje of zo om het mee af te stylen. Hij is echt huge. Maar als je dan een riempje om hebt met een bikershort, dan is dat wel heel erg leuk. Ik zal straks in een spiegel aanbeelden hier doorheen monteren. Dus dan zien jullie gewoon hoe het eruit ziet. Maar in ieder geval deze in de maat 36. Ik koop altijd een maatje kleiner, dus 34. Ik heb altijd 36. Maar van deze wilde ik juist een 36. Want ik heb liever dat het te groot is dan te strak. Met blazers, dat vind ik gewoon chiller. En dat vind ik ook wel fancy als het gewoon lekker groot is. Hè? Met een bikeshortje. Dus dit item van Monica, maat 36. En prijs en zo, dat zet ik allemaal wel in de beschrijving. Want dat heb ik nu zo niet bij de hand. Maar goed, dat moet je maar even in de beschrijving kijken. Maar dit is het eerste item en hier ben ik mega blij mee. Dan is dit de blazer en ik vind hem echt heel erg tof. Ik heb nu even geen bikeshortje mee ook. Dus ik kan het ook niet stylen hoe ik het zou willen. Maar goed, normaal gesproken zou ik hier dan een bikeshortje onder doen. En dan hier een riempje omheen. Of gewoon mijn, hoe heet dat? Over knee boots, laarsjes eronder. Dat vind ik ook wel super tof. Maar goed, dit is dus de blazer. Hij past echt perfect. Ik vind hem echt heel erg leuk. Hij lijkt ook heel groot, maar dat mag hij ook wel zijn. En is dus met een bikershortje wat langer doorloopt en een riempje erbij. Ja, vind ik dat wel echt super tof. Dus hier ben ik ook mega blij mee. En die is ook geslaagd. Dan nog een zwart item. Ik heb geen idee. Nou, dit is voor het zusje van Sander. Dit is het jurkje. Een beetje een zwierig jurkje met ballonmouwtjes. Heel erg schattig. En een hoger kraagje iets. En dit is het printje wat er doorheen zit. En dat is gewoon een los zwierig jurkje. Dit is ook gewoon een maatje 34, want hij is wel flowy. Dus hij is niet per se heel strak. Dus dan kun je mooi 34 doen. En ik denk dat hij ook echt mega leuk is om af te stylen met een riempje en dan Dr. Martens eronder. Dus deze. En deze vind ik ook echt heel erg leuk. Het is gewoon echt zo'n flowy dress. En dan gewoon met stoere boots eronder en een riempje of zo eronder. Vind ik het echt heel erg leuk. Ik vind echt dat zij hele leuke kleding heeft uitgezocht. Dus de volgende keer ga ik dat ook gewoon doen. Ik wil dat zwarte topje namelijk nu ook echt hebben. Hij is echt heel erg leuk. En deze vind ik ook echt heel erg leuk. Ik vind het ook mooi dat hij een iets hoger kraagje heeft. En verder sluit hij gewoon heel erg mooi aan. Dus ja, super leuk jurkje. Dan iets waar ik echt heel erg blij mee ben. Deze is echt heel erg leuk. Namelijk dit, ja, heel erg mooi
jurkje in een, wat voor kleur is dit? Een beetje oud lichtroze. En daar zit dus heel mooi geborduurd van die bloemenprintjes op. Ja, ik vind deze echt heel erg chic. Hij heeft dus ook een hele mooie voorkant. Met ja, een beetje gehaakt-achtig iets. Hier zo tussen. En op de achterkant heeft hij dat ook. Dat vind ik ook wel heel erg mooi. En ja, de mouwen zijn gewoon mega wijd. Dat vind ik ook heel erg mooi. En een beetje gaasachtig. Ik hoop dat ik hem pas. Ik heb zoiets ook in het zwart. En dat is mijn favoriete jurkje. Die model, dat zit gewoon echt perfect. Dus ik hoopte dat dit, want hij ziet er een beetje hetzelfde uit. En als ik het zo zie, dat wel hetzelfde model is. Dus dan zit hij gewoon echt mega mooi. Dus ja, dit kleurtje vind ik ook leuk voor nu. Maatje 34, zoals ik al zei. Want het valt gewoon allemaal best wel groot. En hier ben ik echt blij mee. Ik hoop dat ik hem ook mooi pas. Maar deze is echt enig. Dan het jurkje. En zoals ik al dacht, zit hij echt super goed. Hij is echt heel erg leuk. Ik vind vooral het kleurtje ook heel erg leuk. En het model. Dus die pofmouwen zo, ja, ik hou daar wel van. Het kleurtje, ja, die is ook echt top. En dit vind ik ook heel erg mooi eraan. Dus ja, verder zit hij gewoon mega goed. Hier ben ik echt heel erg blij mee. Deze broek, of ook van Monica, dat is de collectie van haar hiervoor. En dat is deze flare broek met strepen. Daar heeft ze dus ook die blazer van. Ik heb ook zo'n blazer van Naked, maar die is niet van haar, maar gewoon van Naked. En deze heb ik dus eerder aangevraagd, maar toen in de maatje 34 en die was te klein. En dat vond ik heel erg jammer. Dus ik heb nu in maat 36 opnieuw besteld. En deze moet dan als het goed is perfect passen. Qua lengte kan ik het altijd innemen. Maar het was meer dat dit bij een 34 echt te strak was bij mij. Dus ik hoop dat deze wel dus goed is. Dus ik heb hem opnieuw besteld. En ik vind het gewoon heel erg mooi met een blazer. Dus als een heel pak. Maar ook gewoon met een ander topje of zo. Wat ik voor nu aan heb is ook wel leuk. Deze is trouwens van de Zara. Maar goed. Deze flare. Dan de broek. Die zit ook gewoon perfect. Lengte mag een klein stukje wel af. Maar verder zit hij hier gewoon vet goed aansluitend. En zit hij gewoon super. Dus hier ben ik blij mee. De 34 paste echt niet. En deze zit gewoon echt super goed. Dan heb ik deze. En deze is ook voor Linde. Dit is een shirtje met één mouw. En ik vind hem echt heel erg leuk. Ik vind hem zelf ook eigenlijk wel leuk. Ja. Maar goed, dit is gewoon een shirtje. De onderkant heeft een bepaald roezeltje-achtig. En verder is die gewoon super stretch en ja, valt hij gewoon heel erg strak om je lichaam. Dat kun je gewoon gelijk zien. Hij is echt super stretch, dus hij lijkt heel erg klein. Maar ik denk dat hij perfect zit en mooi aansluit, omdat hij zo strak zit. Dus ik denk dat deze echt mega leuk is. Maar goed, niet voor mij dus. Maatje XS. Dan dit topje en die zit, zoals ik al zei, super mooi aansluitend. Het is echt een beetje verschrikkelijk licht, dus sorry daarvoor. Ik probeer het echt zo goed mogelijk te laten zien. Maar goed, dit zit gewoon echt super chill. Dit zakt ook niet af. En ja, verder is het gewoon een heel simpel, basic, leuk topje. Dit is namelijk een zwart topje. Ik weet niet of je het kan zien. Ik zal even heel erg hoog doen, de overbelichting. Maar goed, dan kun je het wel zien. Oh, dit is wel heel mooi. En ja, hij heeft gewoon een pofmouw. En dan heeft hij hier aan de onderkant iets uitlopend. En verder is hij een beetje kropt. Met de onderkant zo'n bepaald, ja, hoe noem je dit? Detail. Dit is hem. En de achterkant heeft nog van die, ja, gestrikte detail effect. Lekker duidelijk. Dus dit topje, heel erg leuk. Ik vind hem zelf ook wel eigenlijk heel erg leuk. Oh, dit is wel heel handig. Hij heeft bij dat mouwtje hier zo'n plakrandje achter, waardoor die dus niet de hele tijd af gaat zakken. Dus mij benieuwen of dat ook echt zo helpt. Het is een maatje 36, want ik zei ook tegen haar, je weet nooit hoe met dit soort stofjes, hoe klein het kan vallen. Dus dan heb je liever iets te groot, denk ik, dan te klein. Maar ik denk dat dit perfect is, dus dit topje. Dan heb ik hier het topje voor Linde dus. Hij is echt heel erg leuk. Ik vind hem zelf ook. Hij zit echt hier heel erg leuk perfect. En hier zit dus van dat, ja, spul waardoor het niet afzakt. Dus het zit gewoon echt top. Het is een beetje kutlicht hier. Ik heb hem al heel erg laag staan de helderheid. Het is wel heel erg laag. Zo kun je het wel goed zien. Hij rekt gewoon super goed mee. En hij zit verder gewoon echt mega leuk. Hij is dus wel 3/4. Dat wist ik niet. Maar dat vind ik juist wel een heel tof detail.
Dus ja, dit is wel echt heel erg mooi. En dan met allemaal kettingen hier. Ja, ik ben ook blij dat we 36 hebben gedaan, want dat zit wel echt super goed. Heel leuk, dit topje. Dan heb ik zelf nog een hele leuke broek besteld. Het lijkt altijd alsof die heel groot zijn, maar dit is een hele grote mom jeans. En die vind ik echt super tof, omdat die ja, gaten in de knie heeft. En verder gewoon heel erg groot valt. En dan vind ik ook heel erg mooi om dan de onderkant op te rollen met hakken eronder. Dus dat je het dan toch weer een beetje chic maakt. Dus eigenlijk gewoon dit broekje. Gewoon deze denim high-waisted mom jeans in de maat 36. Broek heb ik altijd wel gewoon in de maat 36. Omdat anders gewoon te strak is. Heel erg blij mee. Dit is ook weer heel erg leuk met dit topje. En dan gewoon hakken eronder zo. Dus die. Oké, eerste item. Let trouwens niet op de rommel. Dat is mijn kledingkast wat ik hier heb gemaakt. Daarover trouwens later meer. Maar dit is de eerste item. De broek. En hij past echt mega goed. Ik ben hier echt heel erg blij mee. En ik vind het ook heel erg leuk met dit shirtje dus. En dan zo geknoopt. En dan deze skinny. Ik heb dus 36 en hij zit perfect. Hij zit ook niet te groot hier. Nee, hij zit echt perfect. En dan hier die scheurtjes zo. En dan heb ik de onderkant opgeruld. Dus die vind ik echt heel erg leuk. Dus ja, hij sluit gewoon mega goed aan. Dus hier ben ik echt heel erg blij mee. Die is echt wel geslaagd. Ik had nu niet heel goed stylen met schoenen of zo, maar ja, dat komt allemaal wel. Maar in ieder geval, dat is de broek. Dan het laatste item. En hij is gewoon warm dat ik hem in de zon heb gelegd. Deze blouse. Oh, dit is wel een beetje jammer. Ik heb hem namelijk in een XL. Het was ook de laatste, maar ik wilde hem ook in een XL. Dus ik was helemaal blij. Het is namelijk dit tie-dye blouseje. Met een lichtroze tie-dye. Hij is heel erg lang. En daar ben ik echt blij mee. Maar het is dus een beetje zo'n gaas stofje. Dus hij schijnt door. En dat wist ik niet. Want ik dacht, dat is leuk voor ook een bikershot. Een vet groot tie-dye blouseje. Met een riempje een beetje knopen en zo. Dus dat vond ik wel heel erg tof. Maar hij schijnt dus door. Dus dat kan niet. Nou, op zich kan het nog steeds wel met een bikershot eronder. Maar dat moet ik even zien. Maar goed, ik weet nog niet hoe ik dat dan ga stylen. Maar dit is het blouseje. Ik vind de tie-dye wel echt super vet. Ik ben er echt helemaal into. Dat kun je wel zien. Hè? Lekker tie-dye. En deze heb ik dus in de XL. En deze was volgens mij ook in de sale. Voor maar 15 euro of zo. Ik weet nu niet of ik iets gek zeg. Maar hij was volgens mij wel in de sale. Maar het was ook de laatste maat. Dus ja, hier ben ik echt blij mee. Hier kan ik vast wel iets leuks mee bedenken. En dan als laatst het blouseje. De tie-dye blouse. Ja, hier moet ik echt even nog mee gaan bedenken wat ik hiermee kan gaan doen. Omdat hij dus doorschijnt. Ik heb er nu even gewoon mijn pyjama broekje onder van Adidas. En de achterkant is ook veel langer dan de voorkant. Dus hier, ja, ik weet niet zo goed hiermee. Ik vind het, ja, het model helemaal niet mooi. Ik vind de tie-dye heel erg leuk. Maar goed, verder weet ik het echt niet. Dus goed, ik ga hier nog mee spelen. Misschien dat ik het wel heel erg vet nog zo kan knopen of zo. Dan is hij misschien wel heel erg tof. En dan met een spijkbroek of zo. Of gewoon een witte broek of een zwarte broek. Ik heb geen idee. Maar als ik het knoop, dan is die wel leuker. Maar goed, verder is die best wel futloos. En dat is natuurlijk logisch, want ik heb een XL gekocht. Maar ik was dus ik was echt van overtuigd dat die niet doorschijnend was. En dat is die wel. Hij is trouwens ook heel statisch. Maar goed, hier ga ik nog over nadenken. Ik heb hem trouwens ook een beetje open gegooid. Anders zit er helemaal geen model in. Maar goed, tie-dye leuk. Vorm, model, niet leuk. Ik weet niet wat ik hiermee ga doen. Ik ben heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. Vond jij nou een leuke video? Doe dan even een duimpje omhoog. Kijk dus even in de beschrijving mocht jij benieuwd zijn naar de items. De items staan dus in de beschrijving gelinkt met de kortingscode. Dus ja, heel erg bedankt voor het kijken. En ik zie jullie tot de volgende video. Doei!